Wat? Oké, zit een mes aan. Hé, zit een mes aan. Nee, maar dit ding moet daarin, vriend. Ik hoor niks. Walkman. De Walkman bestaat 40 jaar. Ja, we zijn er natuurlijk dol op om alle nostalgische producten bij jongeren te testen. Dus ook nu de vraag, weten ze eigenlijk wat dit is? Volgens mij een videorecorder. Een koptelefoon. Is dat niet zo'n oude MP3 of zo? Ja, een MP3-speler denk ik. MP3-speler. Het heet een Walkman. Nee, dat wist ik niet. Daar heb ik echt nooit van gehoord, gast. Nee, echt niet gewoon. Heb je enig idee hoe het werkt? Ja, dat bandje moet hierin, deze. En dan op de knopjes drukken, denk ik, en over je oren. Ik zou niet weten hoe je dit open moet doen. Ach, doe het erin. Hoe moet dat? Ja. Ik hoor niks. De nieuwe apparaten, die snap ik ook al niet, dus... Het moet hierin, maar... Zo, met die puntjes zo. En dan play. Ik weet alleen welke kant boven. Weet jij hoe deze werkt? Wat is dat? Een Walkman. Nee, ik heb geen idee. Ja. Oh, zo! Ja hoor. Oké, en nu op play. Dat zou het niet moeten zijn. Zit er boven iets van... En je moet er ook niet op drukken of zo. Oh. Moet dit open? Draaien, andersom. Jezus, Tom. Ai, en nou moet hij nog aan. Het ding gaat fucking hard. Doet hij het gewoon? Ja, dit is leuk. Ja, nu hoor je iets, hè? Hij draait. Zou je zo'n ding kopen? Nou, ik heb liever gewoon mijn telefoon. Ja, dat is niet echt makkelijk om mee te nemen, nee. Het is niet lekker voor op de fiets lekker naar huis met een... Een Walkman. Nee, dan doe ik toch een premium pakket met Spotify. Ik hou hem op Spotify. Ik gebruik liever Spotify. Ja. Veel beter.